is gedegradeerd uit de Eredivisie. De Nijmeegse club ging in een tweeluik met Sparta via de nacompetitie roemloos ten onder, waarmee een verblijf van 20 jaar op het hoogste niveau van Nederland ten einde kwam. Na de 1-0 in Rotterdam eindigde de return in de Goffert zondag in 1-3. Het duel was al bij rust beslist. Woedende supporters van NEC hebben zondagmiddag de catacombe onder het stadion bestormd na de nederlaag van hun club tegen Sparta. De mobiele eenheid die buiten het stadion klaar stond zou volgens getuigen naar binnen zijn gegaan om orde op zaken te stellen. Later op de avond zijn twee supporters aangehouden. Ik blijf laat. Er gaan uiteraard ontslagen vallen. Enkele dure spelers moeten vertrekken. En ook intern zal er worden gesneden in het personeel. Hoe moet het nu verder met NEC? Nou goed, daar zijn we dus nu volop mee bezig. We hadden natuurlijk al twee scenario's klaar liggen. Het A en B scenario. Nou goed, dan hoop je dat het A-scenario blijft. Maar helaas is het B-scenario geworden. Nou, vervolgens is dat op hoofdlijnen neergezet. En nu zijn we heel specifiek bezig om dat natuurlijk in de diepte te werken. En tot hopelijk een aanvaardbare uitkomst. De Nijmeegse club werkte een dramatisch en slecht seizoen af. Daarin werd de trainer Alex Pastoor vanwege de tegenvallende resultaten al snel ontslagen. Maar diens opvolger Anton Jansen kreeg de boel in de Goffert ook niet op de rit. Met dit scenario had de trainer totaal geen rekening gehouden. Had Edo Ophof hier ook niet op gerekend? In het begin ga je daar niet direct vanuit. Dan hoop je toch dat het tijd te keren is en dat we uiteindelijk aan de goede kant van de medaille zitten. Maar goed, als je dan ziet hoe het seizoen zich vordert, dan weet je dat je gewoon een heel zwaar seizoen tegemoet gaat. Ja, en dan gaat buiten het voetballen gaat ook een keer het mentaal een enorme druk geven. Ja, en dan weet je dat je de gevarenzone inkomt. Nou, en dan nog hou je de goede hoop op met de kwaliteiten die we hebben dat we het alsnog zouden redden. Ja, en dan blijkt het dus via de nacompetitie niet te lukken. Tegen Sparta zaten zondag de tussentijdse versterkingen van de directeur technische zaken Edo Ophof. Dat zijn de Deen Lasse Nielsen, de Slowaak Samuel Stefanik en de Oostenrijker Jacob Janscher op de reservebank. Een doorn in het oog bij de fans die twijfelen over het technisch beleid van de club. Edo Ophof, de technisch directeur van de NEC, noemt de degradatie van de Nijmeegse club een inktzwarte dag. Als het aan de harde kern van NEC ligt, is Ophof de eerste die moet vertrekken uit Nijmegen. Het is nooit prettig, laat het duidelijk zijn. Aan de andere kant weet je dat het realisme is. En in de voetballerij moet je daar ook niet voor weglopen, want dan ben je wel vrij naïef. Dus je weet op dat moment dat er een zondebok gezocht wordt. Nou, dat was ik dan. En vervolgens is het wel op dit moment een feit dat we moeten zorg dragen dat de continuïteit van de club gewaarborgd blijft. En daar zit op korte termijn de eerste focus om dat voor elkaar te boksen. En vervolgens wat er dan met mijn positie wel of niet gaat gebeuren, ja, dat is aan de Raad van Commissarissen. Directeur Algemene Zaken van NEC, Bart van Ingen, was al voorbereid op de stap naar de Eerste Divisie. De clubleiding heeft de voorbije weken een schets gemaakt van de financiële huishouding bij degradatie. Dat scheelt zo'n 30% aan inkomsten. Nou, dat kun je wel in een bedrijf zou je dat wel een drama mogen noemen. Een omzetdaling van 30%. En dat zie je niet anders. Ja, wat betekent deze degradatie voor medewerkers en spelersgroep? Nou, ten eerste heel veel verdriet en emotie. Want werken bij zo'n club brengt er ook met zich mee dat weer net iets anders werkt dan ik denk een reguliere werkgever. Mensen zitten hier met een dusdanige loyaliteit en zijn ook meestal supporter van de club. Dus dat hakt er wel in. In bezetting betekent dat we gewoon ook eens kritisch naar de samenstelling van onze spelersgroep moeten kijken. Er zijn natuurlijk een aantal contracten die aflopen. Er zijn een aantal spelers waar we eens naar gaan kijken hoe passen die nou in het profiel van hoe we willen spelen in de aankomende seizoenen. En voor het kantoorpersoneel heeft het hele andere implicaties. Want dat betekent dat we zo'n 50% van onze huidige bezetting verliezen. En dat is, dat is zeer pijnlijk. Uiteindelijk houden wij met onze daling van onze inkomsten nog steeds voor een Jupiler League begroting, een vrij solide begroting over. We gaan goed kijken hoe we de bezetting zo neer kunnen zetten dat we zo snel mogelijk terugkeren. Bij voorkeur meteen volgend seizoen.
Maar daar zullen we ook gewoon in vooral ook het technisch beleid goed moeten evalueren wat er nou precies gebeurd is. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat de beschikbare middelen die we hebben zo ingezet worden dat ook zichtbaar is op het veld. Begin augustus staat het team uit Nijmegen sowieso in een andere samenstelling weer op het veld bij aanvang van de Jupiler League. NEC hoopt ondanks dit vervelende seizoen dan weer op ieder steun om snel terug te keren naar de Eredivisie. De jeugdwerkloosheid in Gelderland vlakt iets af. Gelderland telt momenteel 6.264 werkzoekenden tot 25 jaar. Dat is 2% minder ten opzichte van maart vorig jaar. Gedeputeerde Jan-Jacob van Dijk maakt zich desondanks zorgen over de jeugdwerkloosheid. Vooral omdat de overheid in het verleden jongeren heeft verleid om te kiezen voor de bouw, techniek of het onderwijs. En juist in die sectoren is het nu heel moeilijk een baan te vinden. Het realiseren van het nieuwe Doornroosje heeft veel hoofdbrekens gekost en lang geduurd. Maar het resultaat is het modernste poppodium van Nederland. Niet alleen mooie zalen voor het laden en lossen kunnen bussen en vrachtwagens er met een takel 180 graden worden gedraaid. Zondag, toen kon het publiek in groepjes rondleidingen krijgen in het nieuwe Roosje. Het gebouw aan het stationsplein in Nijmegen staat nu nog achter de bouwhekken. In september is het open. De rekenkamer van Arnhem wordt het werken zo goed als onmogelijk gemaakt bij een bezuiniging van 100.000 euro. Dat schrijft de voorzitter Monique Peters van de rekenkamer in een brief aan de gemeenteraad. De bezuiniging is een voorstel in het akkoord van het nieuwe gemeentebestuur met een coalitie van D66, SP, CDA en GroenLinks. In de voormalige veilinghallen in Huissen vindt op maandag 19 mei het ondernemersevenement Betuwe onderneemt beter plaats. Het evenement moet Oost-Betuwe met de gemeente Overbetuwe en Lingewaard verder op de kaart zetten als gebied met een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Oost-Betuwe lijkt met deze beurs een soort eigen bedrijven contactdagen te hebben, zoals dat jarenlang voor de regio Arnhem in de Rijnhal werd gehouden. Misschien gaat die vergelijking wel op. Het meest belangrijke is dat we ondernemers in staat stellen om elkaar te ontmoeten. En in welke vorm, dat maakt er niet zo gek veel uit. Maar deze is een succesvolle. Ja, het is niet helemaal nieuw als evenement, maar wel in deze opzet? Ja, in deze opzet wel in de combinatie van zowel een ondernemersverkiezing als een beursvloer en workshops. Dit is voor het eerst in deze samenstelling. Ja. En een mooi terrein. Ja, absoluut een mooi terrein. En als je dat toch over ondernemerschap hebt, dan is de locatie natuurlijk ook uitstekend. Dus we hebben er hoge verwachtingen van. Ja, het doel van dit evenement is eigenlijk drieledig. Kunt u dat wat nader toelichten? Het is in ieder geval het promoten van ondernemerschap. We hebben natuurlijk een aantal jaren met wat lastiger economische situatie achter de rug. De ondernemers zelf hebben gezegd, wij willen vooruit. Wij willen ondernemerschap gaan vieren. Wij willen weer het ondernemerschap uitdragen. En dit is eigenlijk de meest belangrijke reden om dit evenement te organiseren. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon mooi om de regio aan het publiek te tonen, aan de rest van Nederland. Iedereen die er kennis van wil nemen. En voor ons is het natuurlijk gewoon belangrijk om die verbinding tussen ondernemers te faciliteren. Omdat succesvol ondernemerschap staat en valt met het enthousiasme van de ondernemer, is het thema van Betuwe onderneemt beter dan ook enthousiasme. Het thema komt terug doordat we met de standhouders een soort kick-off hebben georganiseerd. Waarbij we ze opgeroepen hebben om ook zich te presenteren op een iets afwijkende manier. En ook vooral dat enthousiasme door te laten klinken in de presentatie op de stand en ook in hun standpersoneel. Dus we hebben ze daar ook een stukje coaching en begeleiding bij gegeven. Ja, hoe gaat dat evenement er zelf uitzien? Als je binnenkomt, wat kun je dan verwachten? Bij de entree is er al een hoop reuring in de vorm van official partners die zich presenteren. Bijvoorbeeld Watergoed die zich met terreinauto's presenteert buiten, met demo's. Volvo die een zelfrijdende auto daar heeft staan. Uiteraard wordt er een hoop aankleding gedaan in de zin van groenvoorziening. Een aantal kwekers hier op de regio die zorgen voor de hele aankleding qua groen. Dus het is een hele fleurige binnenkomst al. En op de beurs zelf, de stands die zijn qua uitstraling uniform. Maar de afwijking zit in de presentatie op plasmaschermen, logo's die getoond worden of complete stands die beletterd zijn met een uitdrukking van de standhouder. En het onderscheid moet voornamelijk komen van de mensen die op de stand staan. Er is ook weer een verkiezingselement. Jazeker. We hebben in vier categorieën verkiezingen. In de categorie agri, in de categorie detailhandel, categorie handel, industrie en dienstverlening en de meest enthousiaste jonge ondernemer.
En uiteindelijk zal uit die vier winnaars, daar komen vier winnaars uit, zal de Rabobank ook de Rabo Award uit gaan reiken. Dus genoeg te doen. Wilt u meer weten over dit ondernemersevenement? Kijk dan op de internetsite betuweonderneemtbeter.nl. Het was vandaag weer zover. De eindexamens bij de middelbare scholen in de regio Arnhem zijn gestart. Deze liggen overigens wel veilig achter slot en grendel. Dat blijkt uit een rondgang langs directeuren van middelbare scholen van Dagblad de Gelderlander. Ze hebben allemaal hun veiligheidsmaatregelen en protocollen dit jaar nog eens goed tegen het licht gehouden, na veel fraudegevallen afgelopen jaar. De Stadsschouwburg en Concertgebouw De Vereniging nemen afscheid van de naam Keizer Karel Podia. Bij de start van het nieuwe theaterseizoen komt er een nieuw logo waarbij de beide Nijmeegse culturele podia zich gaan profileren. De nieuwe koers die de Schouwburg en de Vereniging inslaan is ook ingegeven door het komende eeuwfeest van het Concertgebouw. Dat bestaat in 2015 100 jaar en dat wordt groots gevierd. En de penningmeester van de Husense carnavalsvereniging, de Hofbrouwers, heeft geld van de vereniging gebruikt om eigen geldproblemen op te lossen. Dat meldt de voorzitter Toon Kersten. De penningmeester biechtte dat op toen in april tijdens de jaarlijkse kascontrole over het afgelopen carnavalsjaar de kas leeg bleek. Het bestuurslid heeft zelf ook aangifte gedaan bij de politie. De vereniging heeft nu enkele achterstallige betalingen. Op de dag van het levenslied afgelopen zondag in het Valkhofpark in Nijmegen was het gezellig druk, ondanks de regen. De bezoekers konden zelfs genieten van een primeur. En wie het nog niet wist, die ziet deze primeur nu op tv. Gisteren zo goed bevallen, hè? Ja, nieuw met gisteren. Gisteravond om 10 uur. Wat was er hier in de tent. Dag van het levenslied. Zo goed bevallen dat wij... Het is vandaag de dag na de dag van het levenslied. Ja, dat we, dus de dag dat je dacht, wist dat het ging komen. Na het levenslied. Een beetje ADHD komen wij over waarschijnlijk, maar dat geeft niet. Kanaal 13, bij deze hebben jullie de primeur. De Johnny's en Benny Solo zijn officieel te boeken. Ja. Johnny's.com. Zo goed bevallen eigenlijk. Of wisten jullie dat niet? Je moet daar even je handtekening zetten. Ik heb, dus. Nijmegen! Het is vanaf vandaag is het niet meer de Johnny's en ook niet meer, ja, wel Benny Solo. Dus ik ben ook gewoon nog solo te boeken natuurlijk, als mensen niet zoveel te verteren hebben. Maar we heten dus vanaf gisteren eigenlijk de Johnny's en Benny Solo. Ja, dus het solo hoort bij Benny dan, hè? Dus niet Johnny Solo, maar... Johnny's duo. Nee, we hadden... Benny Solo. Ja, ik wilde eigenlijk eerst twee, Benny Solo en de Johnny's. Maar dat... Een trio met Johnny's duo en trio, Benny Solo. Lekker trio ken natuurlijk ook. Johnny's duo. En dat vinden de dames van lekker trio. Nou goed. Maar goed. Misschien dan je even een klein stukje, laten zien aan de mensen kanaal 13. Hoe het gisteren eraan toe ging. Oh, zo. Kijk even. Jullie waren fantastisch. Het zag er goed uit, ja. Het is jammer dat het regende, maar de weergoden waren ons niet goed gezind. Maar we stonden lekker droog en het was gezellig. Ja, sinds 1991 zijn de Johnny's uitdrukkelijk aanwezig in het Nederlandse feestcircuit. Wie kent niet hun al onbekende feestkletser Dans je de hele nacht met mij. Daarna volgden nog vele hits, maar vooral hun podiumact vol verrassingen en humor is ongekend. Na het afhaken van de voorman van de groep was het even spannend. Hoe nu verder? Maar lang werd er niet getwijfeld, Benny Solo was de aangewezen figuur om er weer een succesvol en beestachtig goed trio van te maken. En zo geschiedde, zondag in Nijmegen.